Welkom. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je met de steampot kort haar mooi veel volume kan maken. We hebben het haar nu eerst handig droog gemaakt. En voordat we gaan feunen, pak ik eerst een klein beetje gladmakende crème van de steampot. Deze crème is speciaal ontwikkeld voor gebruik met de steampot en bevat pro-keratine. En zorgt ervoor dat het haar verzorgd wordt tijdens de stylingssessie. Omdat het haar kort is, hebben we maar een klein nootje nodig. Voordat we de steampot gaan gebruiken, gaan we het eerst ruw drogen met de föhn. En de föhndop heb ik eraf gehaald. Want het mag echt gewoon lekker alle kanten uitgeföhnd worden, zodat het haar mooi flexibel kan bewegen. En dat ik het alle kanten kan uitsturen zometeen. Nu we het haar helemaal gedroogd hebben, gaan we met de steampot een andere structuur eraan brengen. Maar voordat we dat doen, wil ik eerst haar een beetje opruwen door middel van de constructor. En de constructor is een lak die speciaal gemaakt is om te gebruiken voordat je een hitteapparatuur gebruikt. We hebben bij het drogen het haar alle kanten uitgegooid. Dus we kunnen ook alle kanten uitgaan, steampotten zeg maar. Omdat we nu alles naar achteren willen hebben, begin ik aan de achterkant van het haar. En dat doen we als volgt. Ik pak nonchalant een lok op. Ik zet de steampot op de aanzet. Het enige wat ik doe is de steampot één keer op zijn plekje ronddraaien. En wat je ziet, is dat je per direct een mooie golfbeweging naar achteren krijgt. En dit zetten we door naar voren toe. Blijven we erdoor halen. Omdat ik rechtshandig ben, gebruik ik de steampot net rechtshandig. Maar je kunt dezelfde steampot ook linkshandig gebruiken. Belangrijk is wel dat je oplet dat je de richting van de pijltje aanhoudt. Je zet de steampot aan de aanzet. Pijltjes wijzen omhoog. En draai hem mooi op zijn plekje rond. En je krijgt een mooie beweging naar achteren. Met de steampot voor thuisgebruik kun je ook thuis zelf je kuif creëren. Zoals je kunt zien heb ik met de steampot behoorlijk wat volume en textuur in het haar kunnen maken. We gaan er nu alleen nog even stylen. En voor stylen gebruiken we de Superdust. De Superdust is een uniek poederproduct waarmee je nog extra holt en volume kan creëren aan het haar.